Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door DHL. NAC in Europa. In onze laatste uitzending was het ook de prijsvraag. Met hoeveel verloor NAC? En NAC speelde toen tegen Newcastle in 2003. Uitslag 0-1. En degene die dat goed heeft ingezonden is Joep Rijmakers uit Rosmalen. Dit is Studio NAC. NAC in oranje. Ja, over oranje hoef je eigenlijk niet te veel te zeggen. Want het is natuurlijk wel beschamend. Hè? Verliezen tegen Bulgarije. Verlies tegen Italië. Maar goed. Het zij zo. Welkom bij de persconferentie bij NAC in Oranje. Ja, welke spelers heeft NAC in Oranje gespeeld en wie was dan de eerste? Ja, goede vraag. Eduard van Roesel, bijgenaamd De Knoest, was de eerste voetballer die speelde voor NAC in Oranje. En NAC heeft ook een record international voortgebracht aan Nederlands elftal natuurlijk. Ja, wie was dat? Ja, uitstekende verdediger. Kees Kuijs. Wie kent hem niet, zou ik haar zeggen. Geweldige voetballer. En inderdaad, record international voor NAC. Het lijkt allemaal maar lang geleden dat bekende NAC-spelers ons land hebben vertegenwoordigd. Maar ook vrij recent is NAC het thuisfront geweest voor vele talentvolle spelers. Waardoor NAC zo ook zijn bijdrage kon leveren aan het Nederlands elftal. Denk bijvoorbeeld eens terug aan de afgelopen 20 jaar met het luchtmachtduo van Rob Penders en Patrick Zwaanswijk. De lange, centrale verdedigers waren niet alleen effectief in hun rol, maar waren ook een grote dreiging tijdens de dode spelmomenten. Ook was er de maar al te bekende buikschuiver van Pierre van Hooijdonk. Het beeld wat je altijd zag als de keeper van de tegenstander de bal weer uit het net moest vissen. De grootmacht heeft nog altijd een eredivisie-record staan bij NAC door 11 wedstrijden op rij te scoren. En natuurlijk niet te vergeten NAC's eigen reddende engel, Jelle ten Rouwelaar. Die menig wedstrijd heeft weten te winnen voor NAC en door de jaren heen een echt NAC-hart heeft ontwikkeld. De inmiddels gestopte keeper heeft zijn carrière voort kunnen zetten bij NAC als keeperstrainer. Wat was de laatste speler die daadwerkelijk gespeeld heeft voor het Nederlands elftal? Nou, ik vind niet dat ik daar antwoord op moet geven, Rinze. Ja, ik ben journalist, ik wil het doorgraag weten. Kijk, dat is nu voor de prijsvraag, voor de kijkers thuis. Die kunnen dan mailen, dat antwoord mailen uiteraard, naar studionac@bredanu.nl. Wel voor 30 april aanstaande. Te winnen 2 vrijkaarten voor NAC Breda. Hey, maar grote markt, hè? Ja, mooi. In het zonnetje vandaag kunnen wij ook een keer gaan staan. Gaan wij hier nog staan eind mei? Ja, ja. Het is tegen beter weten in als ik zeg dat het gebeurt, maar... Ik geloof gewoon in die play-offs, dat zijn is een loterij, hè? Dus ja. Het zou zo maar kunnen. Als je die, ja, ik ben echt bang voor die ploegen die we tegen kunnen gaan komen. Het zijn allemaal, wat je nou ziet in de eredivisie, die allemaal nou op degraderen staan of allemaal rond die streep staan. Ze staan allemaal op 28 punten of zo. Ja. Of ze schieten allemaal omhoog tussenuit en er komen ploegen in nou onder die streep komen te staan die het heel seizoen veilig dachten te staan en nou in één keer eronder staan. Ja. Kan positief zijn, hè? Dat ze in een negatieve flow zitten en dat het eigenlijk het beste moment is om ze te treffen. Dat is helemaal waar, ja. En kijk, NAC zit nu natuurlijk wel in een betere flow, maar ik ben er wel van overtuigd dat we die play-offs gewoon gaan halen natuurlijk. Ik denk ook wel dat we de halve finale gaan halen in één keer. Dus, het is moeilijker om die play-offs niet te halen dan wel, te halen. Dat blijft onvoorstelbaar. Volgens mij mag je dit jaar gewoon 12e worden en dan zit je er nog in. 11 of 12e, zoals die rare teams van Jong Ajax en Jong PSV gewoon in de top 5 blijven of überhaupt daar bovenin. Dan moet je gewoon nog steeds mee op de 11e plek. Maar we moeten wel proberen 7e te worden op zijn minst, want dan... Dan heb je dus de halve finale te pakken. Van Dan zit je gelijk in die halve finale, toch? Hè? Ja, helemaal. Dat vind ik wel. Kijk, hoe slecht we ook vrijdag hebben gespeeld tegen Cambuur. Ja. We kunnen nou in ieder geval vasthouden dat we... Ze weten welk niveau ze kunnen aantikken met z'n allen. Dus ze weten dat het erin zit ergens. En als dat dan in die 4 wedstrijden in de play-offs eruit komt, dan gaat iedereen in het stadion, heb je 17.000 man die ervoor tekent. Klopt, ze moeten gewoon zorgen dat ze zelf maken. Ja, die spelers weten zelf vast ook donders goed wel dat ze moeten staan straks in de play-offs. Ja, het is gewoon die flow proberen vast te houden en tegen Helmond Sport doorpakken. Helmond Sport is wel een lastig ploegje, hoor. Maar NAC moet gewoon zorgen dat ze gewoon meerdere systemen beheersen en dat ze daar gewoon op tijd naar kunnen omschakelen.
Ja, ze hebben genoeg voetbalintelligentie in de ploeg zitten in tegenstelling tot vorig jaar. Ja, maar ik denk dat wel mogelijk moet zijn. Ja, precies. Een beetje maar geluk. Ik zie het helemaal gebeuren dat je... Ik ken natuurlijk VVV, krijg je sowieso als nieuwe Eredivisionist. Ik denk, Cambuur gaat het ook halen. Ja. Als je ziet hoe ze tegen NAC spelen, ze kunnen het tegen die grote ploegen. En ik denk dat ze spelen zonder een enig gevoel van stress, dus zie ik ook wel promoveren. Nou, hopelijk is NAC dan het derde. Dan heb je volgend jaar drie nieuwe verse echte Eredivisie ploegen erin. Ja. Ja, daar kijken we wel naar uit hoor. Dus ja, ik vind het altijd rete spannend, zo'n play-off. Ja, maar je merkt wel dat het spannend nu terug begint te komen natuurlijk. Iets wat je alweer in heel, dat is dan ook weer even 8 maanden weggeëpt voor je gevoel. Ja. En ineens komt die spanning weer terug. Inderdaad, eindelijk is er weer, dat draait het er weer om. Maar hopelijk eindigen we door te keren hier achter ons op de grote markt. Ja, kijk, kampioen zullen we dit jaar niet meer worden helaas. Nee. Maar promotiefeest, dan maken wij wel uit waar dat gevierd wordt natuurlijk. En dat gebeurt gewoon hier in de stad. Ja, shit. Giovanni Korte, hoe ben je ooit gestart bij Den Haag? Ja. Of in Den Haag, sorry. In Den Haag. Ik ben begonnen bij Die Hagen. Toen was ik denk ik 5 jaartjes. En daarna ben ik naar GDA gegaan. En vanuit GDA naar ADO. Goeie amateurclubs vroeger. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. Als laatstejaars A-pas ontdekt, zeg maar. En toen is het heel snel gegaan. Je hebt niet nooit gespeeld nog in het oude Zuiderpark? Nee, daar heb ik wel getraind nog. Nog 2 jaartjes getraind en toen gingen we over naar Kyocera Stadion. Waarom ben je dan op een gegeven moment weggegaan bij ADO naar Dordt? Ten eerste werd ik verhuurd. Het eerste jaar werd ik verhuurd door Marie Stijn naar Dordrecht toe. Dat ging heel goed. En jaar daarna kwam ik terug, weer verhuurd naar Dordrecht, maar toen speelden we wel Eredivisie. En het jaar erop heb ik wel gespeeld bij ADO. Echt nog een, ouderwets wil ik niet zeggen, goede rechtsbuiten, ouderwetse rechtsbuiten. Ja, dat zeggen de meesten inderdaad. Ik ben heel erg van de voorzet. Ik ben eigenlijk niet echt een pure buitenspeler. Ik kan op alle plaatsen terecht. Links, spits, nummer 10 en ook rechts natuurlijk. Vind je er nou zelf van? Bijvoorbeeld een kwaliteit, een Robben of Elia, rechtsbuiten op links. Of ik vind gewoon rechtsbuiten staan. Ja, klopt. Ja, vind ik ook wel. Kijk, natuurlijk als ik op links sta, dan kan ik wat meer naar binnen komen. En wat meer voor de combinatie gaan. Maar tot nu toe pakt het toch rechts goed uit. Buiten jouw voetbal keren om doen nog wat andere dingetjes? Nee, eigenlijk niet. Ja, gewoon bioscoop met vrienden. Weet je, gewoon lekker ontspannen. Jouw clubs waar je gespeeld hebt, amateurclubs, kom je daar nog wel eens? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wordt wel op belt gezet, hè? Ja, klopt, ja. Nee, hij komt maar nooit. Dus ze hebben me nog niet uitgenodigd ook. Binnenkort Die Hagen tegen GDA. Ja, dat weet ik niet, hoor. Maar maakt mij niet zoveel uit. Leg ze nou maar lekker op de stropdas bij de spits en dan komt het helemaal goed met jou. Zeker weten. Zo, kom goed. Hey, bedankt voor je komst, jongen. Ik ben er volgende week niet bij Eindhoven en Helmond. Niet? Nee, dus ik in Schotland. We gaan naar Ross County tegen Celtic. Oeh, dat is een mooie pot. Alex en Kenny die hebben de kaarten voor ons geregeld. Ja. Is het echt waar? Ja, dat is wel leuk. En we gaan ga je eens ook nog meet en greeten daar? Ja, ze hebben alles voor ons geregeld. En dat wordt wel een mooi tripje, hoor. Ja, ik vind dat wel mooi dat Alex Schalk ook voetbalplezier... Ik denk dat hij heel veel voetbalplezier ook heeft teruggevonden bij Ross County. Ja, dat is zeker. Het is ook wel een ras voetballertje. Dus hij is daar heel belangrijk. Het soort voetbal, dat ligt hem daar ook. Ja. Zeker van Alex en zeker ook van Kenny, hoor. Kenny van de Weg, die is echt zo'n type voetballer. Die moet niet van zijn fijne techniek hebben, maar gewoon van zijn drang en van het harde werken. En dat is in de Schotse Premier League, daar smullen ze dan wel van. Ja, dat snap ik ook wel. Klasse in de Voetbal International had hij een heel 6 pagina's artikel. Hè. Ja. En dan sloten ze af met een stukje van dat ze uitkeken naar de morele support die er nog aankwam. 10 NAC-supporters die dan, we gaan met z'n 8 of 10, naar Schotland zouden komen om daar te komen ondersteunen. En dan zei hij, dat vond ik wel grappig, maar ze zijn alleen eventjes vergeten te vragen om advies waar ze een hotel moeten gaan boeken. Want in Dingwall, Tetering is nog groter, hè? Ja. Dat Dingwall is echt heel klein, waar Ross County die voetbalclub is. En daar hebben ze 1 kroeg. En ze zeggen, dat is echt maar 1 kroeg, er is hier echt helemaal niks te doen. En die kroeg die gaat echt een historische omzet draaien.
Ja, dat vond ik wel een mooie quote. Ben je nou ook wel zo iemand, als je daar nou echt, als je die nou vindt, dit was een hele mooie reis, we doen hem volgend jaar weer, of heb je nou zoiets van, eigenlijk gaan we volgend jaar toch weer ergens anders weg? Nou, of behoort het altijd tot de mogelijkheid dat je ergens een mooie reis hebt gehad van, we gaan nog weer? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel naar meer smaakt, ja. Ik denk dat we eens een keer alle ex-nakkers moeten gaan afgaan in heel Europa. Ja. Ik denk dat we nog een keer naar Wiener voetbalclub moesten gaan in Oostenrijk, waar Rafael Polak. Polak, ja, Polak. Ja, ja. En Lasnik? Matic lijkt me ook wel een mooie. Matic, ja, mooie, van Kopenhagen. Die doet ook goed. Lijkt me ook wel gaaf. Die doet er ook goed. Die ziet er wel zitten, ja. Ah, die houden we vast. Ja, daar gaan we even een traditie van maken. Ah, ik zie het wel zitten. Ja, dat zie ik ook wel zitten. Dat is mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. Over, over oude spelers gesproken trouwens. Ja. Oh, Andro Knel, heb je dat gezien? Ja. En Dominique Giroud en Ferry van Vliet. Afgelopen vrijdag hadden we de onthulling, hè, van de crafties, van de memorial, de in memoriam, moeilijk woord, in memoriam, in memoriam crafty. Crafty is ook moeilijk woord trouwens. Nou, crafty, ik vind het gewoon schilderijen. Het is echt fantastisch hoor. Het is een Breda's nachtwacht zo onderhand. Als het is echt zo gedetailleerd, het is bijna gewoon eng hoe knap het is. Erg knap. Was je bij de onthulling? Ja, ik was erbij. Vond je ervan? Heel indrukwekkend eigenlijk. Ja. Ik had het niet als feestelijk verwacht, maar het was toch je zag die reacties bij die aanwezigen. Hè? De familie was er ook. De familie was erbij. Heel bijzonder. En die waren echt allemaal onder de indruk. Ja. En toen ik er naartoe ging, toen ik de familie weer zag, had ik zoiets van, zouden ze nou niet denken weer zoiets of weer zoiets? Want er zijn al heel vaak van die momenten bij denk ik. Ja. Hè, dat ze weer uitgenodigd worden of... Maar ik had wel het idee dat ze waren echt heel erg onder de indruk. Ja. En ik zag ook een interviewtje achteraf op Hart van Nederland, waarbij ze echt zeiden, ja, onder de B-side, om ze zo'n plaats te geven, zeg maar. En zo mooi. Ja, dat is prachtig. Ja. Dat is echt heel mooi. Maar laten we zeggen dat we over een maandje of anderhalf gewoon hier op de Grote Markt staan. Nou, dat vind ik mooi om. Zo meteen even met stoepkruid even, net als à la Koningsdag, eventjes een plekje reserveren. Even een plekje reserveren, ja. Dan ga ik toch op de trap, Bordes is er dan Bordes. Goed plekje, laten we afspreken. Ja. Proost. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door DHL.